Niet alle gebieden in Suriname genieten van de vrede, zei justitieminister Kenneth Amoksi gisteren tijdens de openingszitting in het kader van de rechtspraak en rechtszorg in Marowijne, in de trouwzaal van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. De bewindsman zegt dat de justitiële autoriteiten veel zaken waarnemen en hun huiswerk maken om te werken aan herstel van het veiligheidsgevoel. Ons leven is in toenemende mate verdeeld. Bepaalde gebieden, bepaalde regio's genieten van vrede, veiligheid en voorspoed, weer anderen zijn gedompeld in eindeloze conflicten en geweld. Misschien niet op het niveau dat ik het hier aanhaal, maar het gebeurt. Gewapend geweld en onveiligheid hebben een destructieve invloed op de ontwikkeling, die effecten heeft op economische ontwikkeling en vaak uitmondt in negatieve zaken die generaties in hun greep houden. Amoksi vertelde dat het Mungo-gebied een verleden heeft met de Binnenlandse Oorlog. De autoriteiten en de samenleving moeten niet hun ogen sluiten voor de misdrijven die voorkomen in gebieden waar er geweld aan te pas is gekomen. Seksueel geweld, criminaliteit, misbruik en exploitatie komen voor waar er conflicten, waar er maatschappelijke onrust is. En ik zeg het weer, niet op dat niveau, maar we moeten onze ogen niet sluiten voor zaken die echt gebeuren. En ik wil dan even pinpointen op het groot aantal illegale wapens die circuleren binnen onze samenleving. We zien de verruwing van de criminaliteit, onnodig geweld, hierover. Waarom moet je nog schieten, waarom moet je nog steken, waarom moet je nog slaan? De minister zegt verder dat het de taak is van de overheid om de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te garanderen in elk gebied.